wat we gaan doen is, de alarmering die wordt op gang gezet. Omstanders zoals u, die zien het gebeuren. En die bellen 112. Je gaat vervolgens kijken wat er aan de hand is. Want de alarmcentrale heeft zoveel mogelijk informatie nodig om deze calamiteit op een goede manier tot einde te brengen. En de mensen zo snel mogelijk naar het ziekenhuis te krijgen. Dus wat belangrijk is, u geeft, als u 112 gebeld hebt, duidelijk door wie u bent, waar zich het ongeval plaatsvindt en hoeveel personen erbij betrokken zijn. Dat is wel heel belangrijk. Right.